Prima avond, kritische vragen. Mensen zijn betrokken, hè? Dat is ook goed. Er zijn mensen die hebben nog wat vragen over de realisatie. Wat betekent dat voor hun? Is er nog een stukje overlast of niet? Er zijn wat vragen gesteld over busverbindingen, hoe dat straks gaat lopen op een keer. Maar echt inhoudelijke vragen die dus ook in het verloop van het proces via werkgroep en dergelijke absoluut aan de orde komen. Dus wat dat gaat, ja, een prima avond. Aanleiding is feitelijk het initiatief vanuit jongeren vanuit Grubbevorst. Wij willen graag een station hebben in Grubbevorst. Past ook heel erg goed met de campusontwikkeling hier in deze regio. Vanavond de informatieavond, waarbij we hebben aangegeven, wij kiezen voor de burgemeester van Kempen locatie. En dan is het natuurlijk logisch dat de mensen die zeggen van ik vind dat fantastisch. Die hebben zoiets van op zo'n avond kan ik wat beters doen. En die mensen die zorgen hebben, die komen natuurlijk ook naar zo'n avond. En dat is ook goed. Want dat willen we ook juist horen, om te kijken hoe we die zorgen kunnen oplossen en hoe we samen er ook voor kunnen zorgen dat het een station wordt waar iedereen plezier van heeft. Hoe ziet het stappenplan er verder uit voor deze locatie? Deze locatie verder uitwerken. Daarna gaan we dat ook omvormen naar een bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan dat komt natuurlijk ook ter inzage te liggen. Mensen kunnen daar weer een zienswijze op geven en zelfs daarna een bezwaar. En dat maakt dan ook onderdeel uit van dat grote project de Maaslijn, waar we feitelijk op het traject van Nijmegen naar Roermond voor meer dan 164 miljoen euro investeren voor de bereikbaarheid van deze regio. En dat is natuurlijk allemaal hartstikke goed. En als je dan vraagt van wanneer gaat nou de uitvoering beginnen, dat zal in orde van grootte ergens tussen 2018 en 2020 zijn. Waarom dat ik daar even nu zo'n brede marge in aanneem. Dat is dat de werkzaamheden die we gaan doen op de Maaslijn is niet alleen dat station Grubbevorst. Het is ook maatregelen ter hoogte van Kuik, ter hoogte van Roermond. Er worden een aantal stukjes dubbelspoor gerealiseerd. En we gaan dat zo op elkaar afstemmen dat we er zo min mogelijk last van zullen hebben. Het hoofdthema van de avond was mensen voorbij praten over de locatiekeuze. Daarnaast is er een nadrukkelijke uitnodiging gedaan richting de aanwezigen hier om zitting te nemen in de werkgroep. En die werkgroep gaat samen met de ProRail, provincie en gemeente nog allerlei vragen beantwoorden, problematieken aan de orde stellen en proberen een voorkeuzes te maken die straks voorgelegd worden. En het is de bedoeling dat we in juni weer terug bij elkaar komen, dat de uitslagen van die werkgroepen dan aan de orde zijn. En het is ook de bedoeling dat we dan na de zomer beginnen met een bestemmingsplanprocedure.